Mijn naam is Marcel Schoten. Ik ben 20 jaar oud. Ik studeer middenkader engineering en ben openwaterzwemmer. Ik heb de ambitie om uiteindelijk de beste openwaterzwemmer te worden van de wereld. Daarnaast heb ik de ambitie om mee te doen aan de volgende Olympische Spelen in Rio van 2016. Ik train ongeveer 27 uur, minimaal. Ik sta om 7 uur op. Ik ga vervolgens om 7:30 richting het zwembad om 7:50 een HRV-meting te hebben tot 8 uur. En van 8 tot 9:30 een landtraining, 9:30 tot 10:30 minimaal zwemmen. Dan zal ik doorgaan naar school. Vaak ben ik dan rond 11:30, 12:00 op school. Dan zal ik daar zijn tot met ongeveer 4:00. Vervolgens van 5 tot 7:00 zal ik weer in het water liggen. Na de training snel eten en gewoon weer meteen naar bed. Ik heb de ruimte echt nodig vanuit school om uiteindelijk mijn droom te kunnen realiseren. En uiteindelijk is school ook belangrijk, omdat je anders geen geld hebt later en geen baan. Ik krijg de volle medewerking vanuit de school en ja, daardoor is het mogelijk om het te combineren. Ja, dat is gewoon geweldig.